vliegtuig van Germanwings stortte neer in de Franse bergen. Onder de slachtoffers zeker 1 Nederlandse, verder vooral Spanjaarden en Duitsers. Goedenavond. Aan het eind van de ochtend stortte een vliegtuig van Germanwings neer in de Franse Alpen. Vrijwel zeker kwamen alle 150 inzittenden om, vooral Duitsers en Spanjaarden. En in ieder geval 1 Nederlandse, een vrouw uit Deurne. Onder slachtoffers ook een groep van 16 Duitse scholieren die samen met hun leraren terugkwamen van een reis naar Barcelona. Het toestel stortte neer in het zuidelijke deel van de Franse Alpen. De Airbus 320 van luchtvaartmaatschappij Germanwings was onderweg van Barcelona naar Düsseldorf. Aan boord 144 passagiers en 6 bemanningsleden. De Airbus 320 staat bekend als een veilig vliegtuig. Wereldwijd zijn er ruim 6000 in gebruik. Germanwings is een dochtermaatschappij van Lufthansa. Ron Linker is vlakbij de rampplek in Seine-les-Alpes. Ron, hoe gaat het met die berging? We hebben dus in Seine-les-Alpes een plaatsje daar in de buurt. Wat gebeurt er om jou heen? Dankjewel. De passagierlijst die is nog niet openbaar gemaakt. Maar duidelijk is dat de meeste slachtoffers uit Duitsland en Spanje komen dus. En in die landen is dan ook met grote verslagenheid gereageerd op de ramp. En de grote vraag is nu dus, wat ging er mis? De Duitsers gaan voorlopig uit van een ongeluk, maar het blijft gissen naar de oorzaak tot nu toe. Want voor zover bekend was er nog niks aan de hand toen het vliegtuig vanochtend opsteeg. Uit veel landen stromen inmiddels de condolences binnen bij de leiders van de getroffen landen. Ook die zijn aangeslagen en geschokt. In Spanje zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Morgen begint de rechtszaak tegen Willem Holleder. Vandaag werd bekend dat er nieuwe verklaringen zijn in die zaak. Niet van zomaar iemand, van zijn 2 zussen en zijn ex-vriendin. Ze zeggen dat ze niet langer konden zwijgen. En het zijn ook niet zomaar verklaringen. De zussen zeggen dat Holleder niet alleen betrokken is bij de 2 liquidaties waar hij morgen voor terecht staat. Hij zou meer moorden op zijn geweten hebben. Tegen vleeshandelaar Willy Selten uit Os is 5 jaar celstraf geëist voor fraude met paardenvlees. Volgens het OM verkocht de vleesgroothandel het goedkopere paardenvlees als rundvlees. Kamervoorzitter van Miltenburg zei tijdens de herdenking dat de piloten hun leven hebben gegeven voor de internationale vrede en veiligheid. Bij de GGD zijn veel verontruste telefoontjes binnengekomen over injectienaalden die gevaarlijk kunnen zijn. Gisteren meldde het tv-programma 1 Vandaag dat via de naald restjes lijm in het lichaam kunnen komen. Op advies van het RIVM wordt die soort naald voorlopig niet meer gebruikt door de GGD's. En niet alleen de injectienaalden van de fabrikant zouden onveilig zijn. Ook met de plastic spuit is wat mis, zo meldt 1 Vandaag. Er zouden deeltjes van het glijmiddel los kunnen laten en in de bloedbaan terecht kunnen komen. En opnieuw is de VVD een Tweede Kamerlid kwijt. René Leegte. Hij heeft niet gemeld dat hij naast zijn Kamerlidmaatschap ook werkte voor een bedrijf dat subsidie krijgt van het ministerie van Economische Zaken. En dat is tegen de integriteitsregels, dus kon hij vertrekken. Op het Binnenhof Ron Vrezen. Ron, ja, hoeveel kan de VVD er nog hebben? Ron, dankjewel. De sirenes die elke eerste maandag van de maand worden getest gaan waarschijnlijk verdwijnen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil er vanaf. Het systeem is duur en er zijn modernere en betere alternatieven zoals sociale media en NL Alert. Gaan we naar het weer. Peter, is omgeslagen ineens. Ja, zeker, want misschien was het bij jou zo, maar bij mij zeker begon het met blauwe lucht vanochtend. Straks in Nieuwsuur onder meer een gesprek met burgemeester Van Aartsen over de Haagse jihadisten die naar Syrië of Irak vertrekken. Den Haag heeft de meeste jihadisten. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente vandaag naar buiten bracht. Om 10 uur op 2. Heel fijne avond verder.